In de nacht kan alles gebeuren. Alles ziet er anders uit en klinkt anders. Zo bewandelen we samen een pad vol mysterie. Allereerst lees ik het boek Kijk eens Tak. Dit is een prachtig geïllustreerd boek en maakt gebruik van nonsenswoorden in plaats van taal. Kijk eens Tak? Kijk eens Tak? Weet ik niet hoor. Doei! Kijk eens Tak? Zo'n plant? Wat voor plant? Weet ik niet hoor. We zoeken trapladoer. Ja. Ikki. We zoeken trapladoer. Na het verhaal nemen ze een kijkje in en ontdekken ze de kriebel nachtdoos. Eén kind hoort door de hoofdtelefoon vreemde geluiden. Die zoekt met het maanlicht naar het insect dat hij passend vindt bij het geluid dat hij hoort. Dit zijn enkele geluiden die ze kunnen horen. Ze gaan dus op zoek met het maanlicht naar het insect dat zij vinden passen bij het geluid dat ze horen. Het kind dat de geluiden hoort, probeert het na te doen voor de anderen. Dit kan zowel met zijn stemgeluid, lichaamsklanken of instrumenten. De kinderen doen dit geluid zelf ook na en beluisteren erna de insectengeluiden door de hoofdtelefoon. Dan vormen ze hun eigen fantasie-insect door de insectenkaartjes te combineren. Ze kunnen een gek insect maken of een juist insect gebruiken. En voor hun insect verzinnen ze hun eigen geluid. Nu denken ze na over hun eigen insect. Deze tekenen ze naar gelang hun eigen fantasie op papier. Hierbij stimuleer ik hen om out of the box te denken. Nadien als ze er blij mee zijn, tekenen ze hun insect op de kader van plexiglas. Nu verzinnen ze een naam voor hun insect. Hiervoor gebruiken ze nonsenswoorden. Dat zijn dus woorden zonder betekenis. Hiermee kunnen ze dus lekker wild gaan. Deze naam schrijven ze op hun identiteitspas. Evenals de geboorteplek, het uur en de handtekening van het insect. Daarbij denken ze na over hoe hun insect zou vliegen. Vergeet ook niet om te tekenen hoe je insect eruit ziet. Nu gaan we verder in op het verzinnen van hun uniek insectengeluid. Ze denken na over hoe een insect klinkt in de dag of in de nacht. Hoe zou je insect zich voelen 's nachts? Of leeft hij liever overdag? Hoe kan je dat gevoel omzetten in geluid? Ik neem de geluiden van de kinderen op met mijn recorder. Het grote moment is aangebroken. Ze worden zelf hun eigen insect. Ze bewegen op de afgespeelde insectengeluiden en kruipen in het vel van hun eigen insect. Hierbij schijnen ze al stappend met de zaklamp op hun plexiglas om de tekening te laten leven. En daarbij maken ze ook het geluid van hun insect. Hierbij interageren ze ook met de andere leerlingen en laten ze elkaars insecten samen spelen. Dankjewel voor je interesse in de workshop, de kriebelnachtdoos. Ik hoop dat je het inspirerend vond en dat ik je geprikkeld heb om hier ook eens mee aan de slag te gaan. Kijk er alvast naar uit. Veel groetjes!